Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. En we zijn aangekomen bij week 25. En wij zijn op pad, Nikki en ik. Nikki zit hier naast mij. Hallo. Hi. Hi. En wij gaan naar Essen dit weekend. Het is donderdag. En we gaan tot en met zondag. Dus we gaan echt een lang weekend naar Essen. En jullie gaan gezellig mee. En ik dacht, we gaan de vlog maar meteen beginnen. Dus let's go. We zijn aangekomen in het kasteeltje, want we hadden dus een kasteel geboekt. Dat klinkt echt super fancy, maar het was gewoon een klein kasteeltje. En ik dacht, oh, dat is wel leuk om een keer in plaats van een hotel te boeken. En we zijn echt heel erg verrast. Ik ga het jullie even laten zien. Hier kom je binnen. Dan kan ik even mijn dikke buik bekijken. Maar dit is dus al best wel ruim. Beetje. Hier is het nog wat lager, maar hier wordt het echt... heel hoog. Dan hebben we hier de slaapkamer. Nou, dat ziet er toch echt heel leuk uit. En dan hebben we hier de woonkamer. Met koffie en thee, televisie en een lekkere bank. Ik zal even het uitzicht hier ook laten zien. Dan zie je de rest ook van het kasteel. Daar zit een kasteel en ja, dit gebouw is dus ook kasteel. Dat kan ik ook wel even laten zien. En dan hebben we nog het toilet, als Nikki klaar is. Ja, dat is net goed. Nee. Gadver. Ja, dat heb heel gepast, zodat ik weet wat het voor mij is. Gadverdamme. Ook niet waar, dat is en dit is dan de badkamer. Met een bad. Ja, die hebben we thuis ook, maar ik hou van in bad gaan, dus dat is wel fijn. Met een spiegel en een wastafel en een toilet. Leuk, hè? Dat is toch veel beter dit dan in een hotel. Ik vind het zelf veel leuker. Nu gaan we eventjes de tas pakken. En eventjes een rondje lopen. Hier in de buurt. Even kijken wat er allemaal te doen is. Jij wou nog iets zeggen over die dingen. Ja, zoals ze weten dat ik kom. Ja, ze wisten gewoon dat Nikki komt. Wat is dit dan? Ja, zo'n vieze klaartje met van die marsepein. Oh, dat vind ik wel lekker. Nee, dat moet ik jou veel meer opnemen. Ja. Dat is jou... Kijk, en... mensen maar denken dat die buik komt omdat je zwanger bent, maar we weten allebei wel beter. Mm, dat is heel hard. Mm. Dat is wel lekker. Ja. Maar het was anders, het is geen marsepein hoor. Oh, wacht, ik heb wel ingezet op je hoofd dus. Geen marsepein hoor. Ja, precies, dat bedoel ik, dat vies witte. Ik zit in het restaurant al. Oh, we zijn wat uurtjes verder. En ik zit alleen. Heel stom. We hadden echt niet nagedacht erover. Nikki had even zijn telefoon aan de oplader gelegd. Zodat hij dadelijk voetbal kon kijken op zijn telefoon. Dus wij komen hier aan. Moeten we de QR-code laten zien. Maar het is best wel heuvelig lopen. Het is 10 minuutjes lopen. Dus niet heel ver. Maar wel heuvelig. Dus Nikki zei, blijf jij maar hier zitten. Ga ik even mijn telefoon halen. Dus nu zit ik in mijn eentje. Oh, dat is niet zo slim. Ja, dan moeten we even erin dat we overal onze telefoon nodig hebben. Want je denkt, mondkapje, check. En dan kunnen we naar binnen. Maar je moet ook scannen. En dat moet in Nederland ook gewoon. Dus dat was echt een beetje dom.
Maar we zitten wel in een heel leuk Duits café of restaurant. Waar je gewoon heel veel schnitzels kan kiezen en zo. Nu heb ik niet zo'n honger, dus ik ga voor een iets kleiner gerechtje. Maar ja, wel leuk. Goedemorgen, het is vrijdag in Duitsland. We zijn net opgestaan, we hebben geslapen. Niet slecht. Oh. Ja. We hebben niet slecht geslapen, maar ook niet super goed. Ik dacht, ik laat even de buik zien op camera, want dat zie je allemaal niet, omdat ik de hele tijd helemaal aangekleed ben, zal ik zeggen. Maar ze is lekker aan het groeien. Dit shirtje kan ik nog net aan. Ik wil even laten zien, want we gaan ontbijten. Een kopje thee en een kopje koffie. We hadden gisteren Berliner bollen gehaald. Lekker. Volgens mij ben ik vergeten het ontbijt te filmen. We hebben Berliner bollen op en een broodje en een mandarijntje en een sappie. En nu gaan we op pad weer, want we beginnen vandaag met een wandeling. Maar we gaan vanmiddag naar een kerstmarkt. En dat wordt leuk. Dus ja, we beginnen met een lichte wandeling hoor. Want als ik de hele dag ga wandelen, dan ben ik niks meer waard op die kerstmarkt natuurlijk. Dus we gaan een uurtje wandelen in een mooi gebied, hebben we opgezocht. Dus we gaan het zien. Grizzlybeer. Een oranje. Een ginger. Dit is er in Amerika, die bruine beren. Oh ja. Ja, dat lijkt een soort bruine beer met een witte kop. Rode panda. Oh ja. Klimmen ze in zo'n boom dan? We gaan hier een of andere duistere hol binnen. Als ik niet meer terugkom, dan weten jullie. Tudum, 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 tudum. Het is helemaal niks. Ik schrok. Het houdt gewoon op. Hallo. Kijk dan wat een uitzicht, hè? Ja, dat is wel mooi. En dat in gewoon in Essen. Nou, let's go, kom op. Tandje erbij, hè? Cardiootje. Hup. Chop, chop. Nee, trouwens, nee. Kijk uit, jij. Anders dan cardio je zo naar beneden langs mij. Ken jou. Kijk, dat bedoel ik. Oh, zo ja, het is wel echt glad, ja. Nou, voor de views hou ik met één hand de camera vast. Oh, Siri, bek houden. Zou mooi zijn als ik dan hier loop met die camera. En dan zie je in één keer die camera zo naar beneden kukelen. Even op aankomen hoor. Dit komt door mijn zwangerschap hoor. Normaal wel een beetje. Yay! De wandeling zit erop. We hebben het gehaald. Het was heel leuk, vond ik. Niet zwaar. Ik denk precies goed voor de huidige staat waar ik in zit. Misschien een beetje te licht voor jou, Nicky. Hassan, dat is net boven de 80 gekomen. Nee. Oh, dat had ik wel, denk ik. Mijn krullen die ik er vanochtend mooi in had gezet, zijn er helemaal uit. Dus dat is wel echt een beetje jammer. Dus die moet ik zomaar weer opnieuw zetten. We gaan nu even terug naar het kasteeltje. En dan gaan we lunchen daar. Kleine lunch. Want daarna... Ja, dat moet dan. Rechtdoor. Je moet rechts. Daarna gaan we shoppen. Eventjes in het winkelcentrum van Essen. En... Daarna gaan we dus naar de kerstmarkt. Maar een lichte lunch, want op de kerstmarkt verwachten we heel veel te vreten. Essen! Heel veel Essen in Essen.
zijn herenigd met Luno en Merle. Daar hebben we vandaag mee afgesproken op de kerstmarkt. Nice. Nu gaat het beginnen. Je bedoelt Boef Luno? Boef Luno. Ja, kijk hier. Ja. Een boevenkop heb je zo, ja? Ja, boevenkop. Ik weet nu al wat Gekkenhuis gaat vragen in de comment. In de comments. Wat dan? Heeft Luno al een iPhone gekregen van jou, Nekkie? Oh ja. Blij dat ik jou goed heb opgevoed, Merlin. Ja. Ik zou trainen. Ik heb wel dat Luno een steekje heeft laten vallen, maar ik heb gewoon goed mee gedaan. Luno is mijn trainer, die zegt meer saus is beter. Ja. Netjes onder het bier. We krijgen het niet van zo warm. Glühwein en Fireball. Die Fireball wil ik wel even filmen als jullie die... Nou. Proost, mannen. Ik weet nog van vroeger, als ik een Rodeburg had, dat komt ook al niet tegen. De laatste keer dat ik een Fireball op heb in de Rodeburg, weet ik precies hoe, ik weet nog hoe het ging. Shotje, rende naar de wc. Nou. Dat is mijn laatste Fireball. Oké, nou, benieuwd. De kerstmarkt tot nu toe. Koud en nat. Koud en nat. Maar het is al 3 uur. Ja. Ik kan je vertellen, ik heb nu voor de 2e keer glühwein gehad, terwijl ik het eigenlijk helemaal niet lekker vind, omdat het warm is. Dus zo erg is het. Het was wel Fireball. En meteen wou ik nog een reuze dat nu. Goedemorgen. Het is alweer de 3e dag in Duitsland. Het is vandaag zaterdag. Lekker weekend. Dus ik verwacht dat het nu wat drukker is op de straten misschien. De kerstmarkt is al super leuk. We hebben nu ook lekker geslapen vanochtend. Ik heb wel heel erg een traanoog. Ik weet niet waar dat van komt. En waarom ik jullie erbij pak is omdat ik gisteren een spelletje heb gekocht wat we konden doen op de hotelkamer. En dat is dit spel. Harry Potter Saga Land. En het is een soort klein bordspelletje. Ja, in reisformaat vind ik dat je altijd mee op reis kan nemen. Dus ik hoop dat het een leuk spelletje is. Het lijkt me niet heel ingewikkeld. Het is dus een dobbel geheugenspel. En ik ga het nu eens eventjes spelen in mijn eentje. Ook al moet het met 2 spelers, doe ik net of ik Nicky ben. Dan weet ik zeker dat ik win. Ik kan wel van afstand zeggen. Dat zou ik niet doen. Nou, ik heb het gespeeld. Het was erg leuk. Ik heb gewonnen. Nicky, dommie. Nicky deed niet mee. Ik speelde voor Nicky. En ik won dik. 5-2 was het. Maar het is een beetje geluk hebben met dobbelen. Dat is wel een leuk spelletje voor op reis. Kunnen we hem vaker meenemen, deze. Zo. We zijn even helemaal klaargemaakt, in bad geweest en schoongemaakt. Ik heb een nieuw vest gekocht gisteren. Ik vind deze heel leuk. Die kan ik lekker openhangen. Ik kan die bolle buik eruit. We gaan nu naar de kolenmijnen. Met Luno en Merle, die zijn nog een dagje hier. Die waren ook, hadden ook een hotelovernachting. Dus we gaan naar de kolenmijnen hier in Essen. En die staan dus op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Dus dat is wel een bezienswaardigheid. En ik ben heel benieuwd hoe ze eruit zien. We gaan wandelen. Dus ik channel mijn inner Duitser. En ik trek weer mijn sportschoenen onder mijn gewone kleren. Heel gebruikelijk in Duitsland. Ik vind het er niet uitzien, maar het loopt een stuk lekkerder. En als het
weer zo vies is als gisteren, dan heb ik niet twee paar schoenen die echt helemaal smerig zijn. Dus deze trek ik aan bij het wandelen bij de kolenmijnen. Ja, we waren dus bij de kolenmijnen geweest. Dat is best wel leuk. Het was echt lekker weer. Wel koud hoor, maar gewoon droog en zonneschijn. Dus we klagen niet. Maar we gaan nu naar het overdekte winkelcentrum wat ik had gevonden. En dan gaan we lekker lunchen. Ook weer met Luno en Merle. Hartstikke gezellig. En dan gaan we shoppen. Nikki denk ik niet. Maar jullie kunnen eventueel ook nog naar de bios gaan met z'n tweeën. Dat ik ook met dit plan toe heb gestemd eigenlijk, hè? Je kwam er zelf ook mee. Omdat het regende. Zou ja, zou gaan regenen. Jullie kunnen het daar ook wandelen natuurlijk. Het is hier heel mooi. Heel mooi. Deze zullen we ook in de kerstboom. Hij is zo groot, daar past hij niet eens op. Nee? Nee. Je stalker. Stalker Nicky. In mijn oor. Ik heb mijn oren gewassen vanochtend. Ja, haar zit er voor. Oh. Winkelcentrum. Nee, weet ik niet. Deze wandeling bij de kolenmijnen en shoppen in het overdekte shopping mall. Dat was echt heel leuk. Dachten we, we gaan even terug naar het kasteeltje. Dus daar zitten we nu. En we hebben dus thuisbezorgd besteld. Voor heel veel mensen is dat natuurlijk heel standaard. En dan denk je, doe je het niet op vakantie, doe je het thuis. Maar bij ons heb je dus geen thuisbezorgd. Dus dit voelt al, dit kunnen wij altijd alleen maar doen op vakantie. Dus dit voelt ook gewoon heel leuk. En dan konden we gewoon lekker in het huisje een beetje chillen. Misschien dat we later vanavond nog wat gaan drinken. Maar misschien blijven we ook wel op de kamer. We gaan even kijken. We gaan in ieder geval eerst lekker eten. Om te compenseren voor gisteren bij de markt hebben we dus wel echt super gezond gehaald nu. Fine, fine, healthy food heette het. Deze chick chick bowl, die had ik dus besteld. Ik zit er niet bij, denk ik. Wow. Nee, geen bestek erbij. Wacht, ik ga hem even openmaken. Dus misschien kun jij even filmen hoe ik ze openmaak. Oh. Hij draait al. Oké, spannend. Zo'n mooie chocoladereep dit naast ligt. Lekker joh, maar ik denk dat het wel zalm is wat ik heb. Echt? Ja, En jij hebt de Asia Bowl, die lijkt me ook lekker. Oh, ik denk dat we een week moeten sharen met elkaar. Waarom? Gewoon. Omdat jij dat wil. Maar dan ter compensatie hebben we wel zoete aardappelfrietjes bij. Ja. En nog twee toetjes. Oh ja. Een brownie en een appeltaart. Een brownie en een downie. Ja. Oké, over en uit. Sluiten. Hey. We gaan Harry Potter Sagaland doen. Is dat een Duitse naam, denk je? Ik weet niet wat Sagaland is. Mathia had gezegd dat ze niet ging huilen bij de moeder als ze ging verliezen. Nee, en jij kon niks beloven. En ik kon niks beloven, inderdaad. Ik ben ook gewoon eerlijk. Dus we gaan niet iets buitenshuis drinken, maar wel even een potje kenen. Ik hoef niet te huilen, want ik heb gewonnen. Nicky wel, die is nu met zijn moeder aan het bellen. Ja, ik wil naar huis. We gaan morgen naar huis. Nu! Nee.
Ik wil even dit kleedje laten zien. We hebben een kerstkleed gekocht gisteren op de kerstmarkt. Dus die nemen we lekker mee naar huis. En ik heb hem hier al lekker op de bank mee. Heerlijk. Helemaal festival. Ik ga even lekker in bad. Ik had een badbon gehaald hier bij de DM. Dat is een soort Duitse krokis. En ik ga lekker mee in bad. En dat is het laatste wat ik vanavond nog ga doen. Ik ga lekker met een tijdschriftje in bad. Goedemorgen, het is alweer zondag. Dat betekent alweer de laatste dag in Essen. Ik heb een nieuwe trui aan. En ik vind het net alsof ik een sneeuwbal ben. Dus het mist alleen een wortel op mijn neus en dan ben ik compleet. Dus dat is mijn nieuwe trui. Die heb ik bij de Primark gekocht en hij is echt heerlijk zacht. We hadden een wekker gezet vandaag, want de verhuurders die vroegen of wij ook iets van de bakery wilden, want hun halen dat altijd op zondag. Dus of ze some rolls willen meenemen, zouden we mee moeten brengen voor ons. Dus wij zeiden, oké, is goed. Dus ze brengen dadelijk rolls. Geen idee wat het is. En daarna zijn die sandwiches, dus we gaan zien wat we dadelijk krijgen. Zo lekker. Alles is weer ingepakt. Een beetje opgeruimd zover het kon. En dan zit het er alweer op hier in Duitsland. Dan gaan wij naar Nederland. En we hebben nog wel een stop onderweg. Dat ga ik jullie straks laten zien. Nicky! Zo'n vervelend ventje. Nicky! Wat? Ik zie jou spelen. Film hoe vervelend jij bent. Ik doe helemaal niks. Ik wou gewoon even een sfeershot maken. Oké, dat was de intratuin. Daar gaan wij nooit meer heen in het weekend. What the fuck, het was echt veel te druk. Het was echt niet leuk meer gewoon. Het was wel heel mooi, maar veel te druk. En dat doen we dus niet meer. Maar we hebben ons nu getrakteerd op een kleine snack bij de Mac. Want we gaan nu gewoon naar huis en weer gezond en normaal doen. Dus afsluiten hoe we begonnen zijn bij de Mac.